Ja, we hebben met z'n allen kunnen genieten van kerstmis en van uiteraard het oud en nieuw. Ik heb de dagen kunnen gebruiken om samen met mijn familie heel veel te wandelen in Zuid-Limburg. Zeker in mijn gemeente IJzermaargaten. En ik ben nu op plekken gekomen waar ik eigenlijk, en ik moet me schamen, waar je nooit geweest bent. Dit is een prachtige plek. Heel Zuid-Limburg ligt aan mijn voeten. De gemeente IJzermaargaten ligt ertussenin. Ja, je hebt het ongetwijfeld gezien. Zeker de mensen hier in de Bannet weten waar ik sta. Ik sta hier bij het uitzichtpunt Eiland van Banholt. En dit hebben we ook gekozen, hebben mijn mensen ook gekozen, om er de symboliek ook duidelijk te maken. We staan hier op het hoogste punt, zo niet het hoogste punt van de hele gemeente. We kunnen alle kanten uitkijken. Dat betekent dat we ook een brede kijk op de samenleving kunnen hebben. Dat we ook een kijk kunnen krijgen op de dalen, die ook symbolisch zijn voor ons mensenleven, zeker ook in deze tijd waarin we zitten. Maar we kunnen vooral ook kijken dat hier een natuurgeweld, wat hier een paar eeuwen geleden heeft plaatsgevonden, dat moet ook ons stimuleren om nadrukkelijk wat dat betreft ook energie uit te halen, om ervoor zorg te dragen dat we aankomend jaar, waar we nu aan begonnen zijn, dat we aankomend jaar ook die energie kunnen krijgen en kunnen gebruiken om al datgene wat we de afgelopen jaren gemist hebben, om dat weer opnieuw op te pakken. De inspanning die moet ik doen als burgemeester, die moet de nieuw te kiezen gemeenteraad op 16 maart ook doen, moet een nieuwe college ook doen. En wij moeten er met elkaar voor zorg dragen, met de vereniging, de harmonie, de fanfares. Ik weet niet wat we allemaal hebben in de diverse kernen die nu echt staan te springen om weer aan de slag te kunnen gaan. Samen moeten we doen, elkaar blijven ontmoeten, elkaar blijven kietelen om ervoor zorg te dragen dat iedereen in onze gemeente, of ze oud of jong zijn, of ze man of vrouw zijn, of weet ik wat allemaal, dat hij zich thuis voelt in onze gemeente. Ik kom vaak in het buitenland, zeker op vakantie, en dan kan ik deze beelden, zitten we ons echt ook naar te kijken van ja, wat hebben we nou? Dit hebben we nou hier in Zuid-Limburg. Ik snap best dat heel veel toeristen naar ons gebied wensen te komen. Die zijn ook van harte welkom om met ons te genieten. En als het ons goed gaat, dan ben ik ervan overtuigd dat ook de toeristen blijven komen, ook mensen van buiten, om zich te vergapen aan de schoonheid van ons landschap. Ik nodig je allemaal uit om samen met ons dat gevecht aan te gaan. Blijf gezond in de aankomende periode. Opvallend dat zelfs de carnavalvereniging hier in Te Bannet daarmee iedereen begroet in de eigen kern. Blijf gezond. En dat is ook dat ik iedereen toewens. Laten we voor elkaar zorgen. Laten we op elkaar letten. En vooral laten we elkaar vastpakken. Niet in eenzaamheid, maar vooral in de volste vertrouwen naar elkaar toe.